Welkom bij de volgende uitzending van het Bureau voor occulte zaken en complotten. En naarmate de avond vordert tijdens deze opnameserie, die we hier doen in een of andere obscure middeleeuwse plaats vlak over de Nederlandse grens, waar we welkom zijn, zo in coronatijden aan de vooravond van de winter, en waar we dus dankbaar de rode wijn van de gast hier opdrinken. maken we een stap naar de nieuwe wereld na middernacht. Want die voormalige Britse kolonie, waar de schotten het de wereld duidelijk hebben gemaakt dat het een luxe is om een gedesinfecteerde vloer te likken, zijn diezelfde schotten en die Britten, die zijn in oorlog geweest met het nieuwe volk, de Amerikanen, de melting pot. En terwijl dat plaats had, werd de native bevolking werd uitgemoord. Die native bevolking die beschikte over een magisch kruid. Tabak. En daar rolden we tegenwoordig rollen we daar sigaren van en we roken er pijp van en, uh, en, 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 en sigaretten. Overigens even weer een feitje tussendoor. Wie weet waarom Lucky Strike Lucky Strike heet. Dat is omdat. In een pakje Lucky Strike er altijd één joint zat. Dat was voor het verbod op cannabis. Er was altijd één sigaret in het pakje van twintig, wat de Lucky Strike was, namelijk degene waar wat marihuana doorheen gemengd zat. Dus die tabak die had een belangrijke rol bij de Native Americans, namelijk peace. En ik maak een stap maak een paar grote stappen want we hebben het over occulte zaken en complotten. En in die nieuwe wereld daar was ruimte voor iets wat misschien al wel veel langer in die nieuwe wereld aanwezig was. Want het raadsel van Oak Island hebben we nog steeds niet weten te ontrafelen. Wij maken een paar stappen verder namelijk naar Skull and Bones en Bohemian Grove. Want het is belangrijk dat te weten dat niet iedere kijker van het Bureau voor Occulte Zaken de tijd heeft gehad, die ik heb genomen in de bibliotheek van mijn ouders, om mij te verdiepen in dat wat de wereld allemaal voor ons verborgen houdt. Want het grappige is, veel van wat er voor ons verborgen lijkt te zijn, speelt zich af recht onder onze neus. Maar velen zijn ziende blind en horende doof. Voor datgene wat zich recht voor hun, hun neus bevindt. Dus ga ik met u naar het getal 322. Wil ik u allereerst wijzen op het feit dat dit een inverse sequentie is uit de Fibonacci-reeks. Namelijk de reeks die gaat 1, 1, 2, 3. En de 3,22 is een interessant numerologisch getal. Want het boek Genesis 3,22 luidt als volgt. Toen zeide de Heere God, ziet, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken... En nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. En die zoektocht naar het eeuwige leven, de Tree of Life, komt u onder andere tegen in de film The Fountain van Darren Aronofsky. En Darren Aronofsky, zijn film The Fountain. Is een van de meest opmerkelijke, omdat hij laat de zoektocht van de mens naar het eeuwige leven zien. En in die film vertrekt, zo rond 1500, een van de conquistadores, vertrekt naar de nieuwe wereld op zoek naar de boomschors van de boom van het eeuwige leven, die zich zou bevinden in die nieuwe wereld. Maar die boom des levens, waarvan wij niet mogen eten. Moet u begrijpen, is misschien veel meer dan een fysieke boom. Misschien is het een metafysisch concept vervat in iets wat zich daadwerkelijk op de aarde bevindt. En de power of resurrection van Christus zou wel eens veel werkelijker kunnen zijn dan de meeste van ons vermoeden. Maar als het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad verboden was. En we hebben die dat verbod hebben we gebroken als mens. Dan was de reactie van God dat we van de tweede boom in het paradijs ook niet mochten eten, namelijk de boom van het eeuwige leven. En als wij nu kijken waar we nu leven, de periode, dan lijkt het zo te zijn dat het eeuwige leven iets is wat dichter bij de grip van de mens is dan ooit. Namelijk de kennis over de bouwstenen van het leven. Een mens hoeft niet per se ziek te worden. Een mens hoeft niet per se te sterven. Dit is kennis die in de hermetische traditie al heel lang bestaat. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat bepaalde mensen binnen de kerk, maar tegenwoordig ook binnen de politiek, omdat er altijd een machtsstrijd is geweest tussen de wereldlijke macht en de geestelijke macht, dat die de kennis over het eeuwige leven hebben verworven. Je ziet in de afbeeldingen van de oude kerkvaders, zie je heel vaak dat de woestijnheiligen, de woestijn introkken met een bijbel maar vaak ook met een schedel zij namen een schedel mee om contact te maken met de wereld achter de wereld het teken van een organisatie uit de nieuwe wereld namelijk skull and bones hun teken lijkt een piratenteken te zijn dat van een schedel en twee gekruiste botten. En hun organisatie wordt altijd in verband gebracht met het nummer 322. Er zijn veel verklaringen voor gegeven, maar die zijn niet eenduidig. Waarom wordt een organisatie van een universiteit in de Verenigde Staten, namelijk Yale University, Waar heel veel presidenten en vice-presidenten van de Verenigde Staten lid van zijn geweest. Deze organisaties, Skull Bones, waar zij niet over spreken. Wat heeft hij met het getal 322? Zoals u van ons gewend bent, zeker deze december, zijn we eigenlijk een beetje bezig met. hintjes op te gooien. in de hoop dat u zelf op onderzoek uitgaat. In de hoop dat u zelf. Zich aansluit bij het Bureau voor Occulte Zaken. naar ons toekomt en zegt: Dit ga ik uitzoeken. Dat 322. En die schedel. daar doen diverse verhalen de ronde over. Die schedel zou zijn van Madame de Pompadour. de maîtresse van Lodewijk XIV. Die schedel zou ook zijn. van Geronimo. De laatste echte held van de Native Americans. Het contact met de geesteswereld van de gehele nieuwe wereld kan via de schedel van Geronimo. Het contact met de esoterische wereld van de seksuele liefde en de sekscultus die de Egyptenaren al hadden, die ze door hebben gevoerd jarenlang via de Katholieke Kerk namelijk Amun Ra, de cultus van Amun Ra. Al deze verbindingjes kunnen afgedaan worden als conspiracy en complotten. Hoe kan het dan, dan tijdens een interview met George W. Bush, de tweede, dat als hem gevraagd wordt naar zijn lidmaatschap van Scan Bones? Dat hij daar een beetje overheen lacht en het een beetje wegwijft. Als een secret society. En draait deze secret society dan alleen om macht? Is het gewoon the old boys network, jongens die bij elkaar komen en zoals ik hier doe, een sigaartje roken, een whisky drinken en met elkaar de macht verdelen? Of houden zij zich bezig met bepaalde rituelen? Dan komen we bij de zogenaamde complotdenker Alex Jones. Die man die tegenwoordig een commerciële uh, uitzending heeft op de televisie. Maar lang geleden was hij wel degene die ging kijken bij Bohemian Grove en daar de Cremation of Care Ceremony met een slecht cameraatje enigszins in beeld bracht. De Cremation of Care. Dat betekent het verbranden van zorgen. Want als je een zorgeloos leven leidt, dan ben je eigenlijk als een boeddhistische monnik. Of als een katholieke woestijnmonnik. Waarin je zegt: Ik ervaar, ik heb kennis van het feit dat het leven hier op aarde, achter het gordijn, een hele andere versie kent. En wie is dan die God van Genesis 3:22 die zegt. Opdat de mens niet eten van de boom des levens, zodat hij aan ons gelijk is, aan de goden. En hij spreekt, God spreekt daar van ons. Is dat omdat Hij spreekt in een koninklijk meervoud, omdat God een koninklijke status heeft? Of gaat het om meerdere goden? Meerdere goden die deze aarde ooit hebben bevolkt, zoals de Grieken op de Olympus meerdere goden hadden. En is dit allemaal maar gewoon geratel van een man, een jonge man die kennelijk niets beters te doen heeft dan uw gedachten vol te pompen met quasi verbanden? Of zijn die verbanden er wel degelijk en leven we in een tijd dat ze voor ons allen zichtbaar worden? En als ze zichtbaar worden, is dat dan op het snijvlak van het moment dat de mens dichterbij dan ooit bij het eeuwige leven is? maar zoals uitgelegd wordt in de film van Darren Aronofsky The Fountain door een katholieke priester die zich hult in het rood met een wit gewaad daaronder u bekend van de bisschoppen u misschien ook bekend als een uiting van een bepaalde boom des levens als deze bisschop zegt het lichaam is de gevangenis van de ziel. Daarom bevrijdt de dood iedere ziel. Is het recht om te sterven? Is dat niet het enige recht wat de mens eigenlijk heeft? Want we proberen een samenleving in te richten op basis van rechtvaardigheid. Maar als u ziet bij welke periode wij nu leven. Dan lijkt het zo te zijn dat niemand mag meer doodgaan, want de dood is kennelijk iets wat uitgebannen moet worden. Is dat een stap voorwaarts of een stap achterwaarts? Ieder mens zal voor zichzelf die keuze moeten maken. Charlie Chaplin formuleerde het als volgt: Die zei: As long as men die, liberty shall never perish. Vrijheid blijft in stand zolang mensen kunnen sterven. Het was Freddie Mercury, bekend als Queen, die zong: Who wants to live forever when love must die? Want kennelijk, in ruil voor het eeuwige leven op aarde, zal de liefde Moeten sterven. En over dat woord liefde wil ik met u toch even als klassicus van gedachten wisselen. Want als ik het woord liefde zie in het Latijn, dan zie ik het woord amor. Maar als ik het woord love zie. Dan zie ik in het Latijn het woord IOVE. Namelijk de hoofdletter I-O-V-E. En IOVE is een vorm, namelijk de vijfde, van Jupiter. Die Latijnse rijtjes, iedereen vindt ze stom. Ik leerde ze graag. Het is namelijk Jupiter, Jovis, Jovi, Jovem, Jove. Het is misschien wat ver gezocht. Mensen zeggen: ja, wat weet jij er nou van? Maar er wordt ooit gezongen dat Venus en Mars een alignment vormen met Jupiter. En met Jupiter is toevallig het woord Iove. Dus u ziet dat Mars, de mannelijke energie, en Venus, de vrouwelijke energie, in verbinding worden gebracht. Iove met Jupiter, met liefde. En daarom, hoewel ik. Het aan u overlaat om dit eens nauwkeurig te onderzoeken. Skull and Bones, het getal 322. De drang van de mens om eeuwig te leven en gelijk te zijn aan de goden, of althans dat wat hij denkt dat de goden zijn. En de noodzaak voor man en vrouw om zich te verbinden met de liefde. En dan neem ik u nog één keer mee naar een absurde film uit Hollywood. The Fifth Element. Het Vijfde Element. Want alleen kan de mens en de aarde voortbestaan. Als wind, water, vuur en aarde. Zich verbinden met het geheime vijfde element. De liefde. En daarom hijs ik iedere dag een witte vlag met een gouden schildpad. Met daarop vier elementen en één vijfde allesverbindend teken. Het teken van de onsterfelijke ziel. Oftewel. Die Liebe.